Goedenavond gemeente, hartelijk welkom in deze jongerendienst. Eveneens een hartelijk welkom aan de gasten in ons midden en aan hen die thuis met de gemeente verbonden zijn. Voorganger in deze dienst is dominee Esbach van Amersfoort. Kerk uit de volgende mededeling. Allereerst het bericht van overlijden. Op 21 augustus is Eentje Bergman Kamers overleden op de leeftijd van 72 jaar. Mevrouw Bergman woonde in de Marenhof. De begrafenis heeft plaatsgevonden op zaterdag 26 augustus na een rouwdienst in de Hoeksteen. De tekst boven de rouwbrief is: uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dan een bericht van geboorte op 24 augustus van Gerrit-Jan met de roepnaam Jaiden. Jaiden is de zoon van Gerrit en Joke Vos en het broertje van Danielle, Melissa, Kimberly en Sheridan. Het adres van de familie Vos is Zeester 21. Zij ervaren dat het nieuwe leven door God aan hen is gegeven. En wensen de ouders toe dat Jaiden tot eer van God en tot vreugde van hen mag opgroeien. In het Sophia ziekenhuis in Zwolle is opgenomen Marlijn Koers, grasprikkel 108. Aanvankelijk zag het er vrij ernstig uit, maar gelukkig trad in de loop van de week verbetering in. Verder wijzen we op het werk van de vakantie Bijbelweek, dat volgende week plaatsvindt met het thema Gewoon Bijzonder. En vragen om uw voorbeden voor dit werk. En in het bijzonder voor de dinsdagavond voor de jongeren van 12 jaar en ouder. Donderdag, wanneer er een preekavond voor jong en oud is. En op vrijdag, wanneer er een schooltafel is voor iedereen. De bloemen van deze zondag gaan hartelijk toe van de gemeente Amersfoort, burgemeester van Engelenweg 96. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. En dan vergeet ik eigenlijk even wat. Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken in de boog voor wie daar belangstelling heeft. Ons aanvangslied is Psalm 98, vers 1 en 4. Thank you.
onderschuif van de Alpen. Ik dacht, als je maar zo'n thema neerzet, hè, dan komen ze vanzelf, zie je wel. Maar toen zei de jeugddienstcommissie tegen mijn dominee, we hadden dat thema wel bedacht, maar we vonden het een beetje eng om dat zo op de posters overal IJsselmuiden te hangen. Dus we hebben alleen maar het merkje neergehangen. Dus jullie weten allemaal wat dat merkje betekent dan zeker. Hè? Maar goed dat we er zijn en we gaan vanavond gewoon een hele fijne positieve avond over seks hebben. Is dat goed? Dan beginnen we met een van ons heen. Die kijkt iemand die we niet kennen, die geeft hem een knuffeltje. Zeg maar, fijn dat je er bent. Kijk even om je heen.
Zullen we samen in? Geweldig, Heer, als we aan u denken, we zien uw majesteit. Dwars door de dood bent u heen gegaan. De dood, die laatste vijand. Waar we vaak nog gigantisch verdriet aan kunnen hebben. Maar het is een overwonnen vijand. U hebt hem overwonnen. En u werd verhoogd. U bent de God die leeft. En u bent de God die regeert. En wij zullen leven met u. En het is fantastisch dat we u mogen kennen in ons leven. En u bent de God die ons het leven geeft. U bent de God die mensen aan elkaar geeft. U bent de God die ernaar verlangt dat wij genieten van elkaar, van u, van het leven, van al uw goede gaven. En als we hier vanavond bij elkaar zijn en we praten over dat heikele onderwerp, want dat is in de kerk geloof ik niet elke week dat ze het erover hebben, van seks, hoe zit dat nou en hoe ga je daarmee om? Dan bidden we Heer dat u ons laat zien wat uw bedoeling daarmee is. En dat we daar met elkaar ook vreugdevol over mogen nadenken. En daarom nodigen we u uit in deze dienst. En bidden we, kom Heilige Geest. En vul deze kerk met uw heerlijke aanwezigheid. En vul onze harten. En verlicht ons verstand. En spreek tot ons. In de machtige naam van Jezus Christus de Heer. Amen. Amen. Ik kom uw heiligdom.
Hier staat Exodus 20. Pleeg geen overspel. Dan uit Hebreeën 13. Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden. Houd het echtelijk bed zuiver, want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen. Maar we gaan eerst zingen, Psalm 1. Gezegend hij die in der boze raad niet wandelt, nog met goddelozen gaat. Want ik ben ziek van liefde. Mijn hoofd rust op zijn linkerarm. Met zijn rechterarm omhelst hij mij. Meisjes van Jeruzalem, ik bezweer je bij de gazellen, bij de linden op het veld. Wek de liefde niet. Laat haar niet ontwaken voordat zij het wil. Dank jullie wel. Ik vind dat jullie het goed opgelost hebben. Zo. Of was dat een punt eigenlijk? Nee? Meer liefde, meer kracht. Laat mij zijn. Zoals u.
De blauwe omhoog moet steken, dat dan de blauwe ook goed zichtbaar is. Ik heb hier
een aantal stellingen. Die stellingen ga ik oplezen. Ben je het met die stelling eens, steek je de blauwe op. Ben je het er niet mee eens, steek je de rode op. Dus blauw voor eens, rood voor niet eens. En zo krijg je toch niet direct een indruk hoe je en over bepaalde dingen hebt gedacht. Stelling 1. Liefde is geen gevoel, maar liefde is een keuze die je maakt. Liefde is geen gevoel, liefde is een keuze die je maakt. Rood voor oneens, blauw voor eens. Bij die laatste stelling, hoe weten jullie dat allemaal?
dingetje omhoog steken, waar wil ik dat vandaan hebben? Hoe kan dat nou? En ik zal jullie daar nog even aanspreken op die nummertje 5. Ik vind dat het voor jullie moet kunnen. Want daar heel veel blauwe waarden. Daar zal ik nog wel even over nadenken met jullie. Maar ik had zelf iets, ook met de jeugdmissie, maar van tevoren overleg hadden. Jullie behandelen de jeugdmissie geboden en dan ga je zo niet echt breken. Nou, de meeste jongeren die moeten nog beginnen aan rechts, dus dat is iets van ja, moet je daar nou gelijk over breken. En toen heb ik dat dus wat vertaald. Ik zei, laten we over dat seksuele leven eens even praten met elkaar. Hoe zit dat nou, hoe werkt? Nou ja, dat oké, okay, maar goed, we gaan erover praten met elkaar. En toen was toch het punt dat iets van heel veel mensen hebben een soort plaatje, en ik ook hoor, van vooruit, van A, daar praat je over, en B, de Bijbel is verteugd. Dus nou, jullie weten al, want het was helemaal rood, de Bijbel spreekt over seks, hebben jullie, nee, we zijn het helemaal niet mee eens, want de Bijbel spreekt positief, ik lees het Hooglied, kan plaatsen, nou, vorige week was het, nee, twee weken geleden, terwijl ik in Katwijk aan de Rijn gepreekt. En dat is ook net zo'n leuke kerk als jullie, ook helemaal een stikken vol. En toen reed ik naar huis om de mond te liften. Ja, dat is uniek in Nederland. In mijn jeugd was dat gewoon een dagelijks werk, wel nog geen OV-kaarten. Maar die mond te liften langs, dus ik stopte en ik moest naar Leiden. Ik dacht, nou, dan breng je even weg naar Leiden. Dus ik in plaats van om mij doorheen en we spraken, en dan die is helemaal niets van het geloof af. En ja, ik zei het ook heel gauw, ja, ik heb net gepreekt, het was leuk. Nou, dat mis je wat hoor. En dus het gesprek, nou, hij was wel bij een huwelijksdienst geweest en daar had hij wel eens wat moeten zeggen, maar hij kon niks over het seks en zo in de Bijbel vinden. Ik zei, nou, dan moet je het Hooglied lezen. Ik zeg, krijg je er woordjes van. Hij zei, nou, waar staat dat? Ik zei, ja, ik weet niet de bladzijde, moest maar even bij de inhoud kijken. Ik zei, maar lees het Hooglied. En we hebben een klein stukje gedaan, nou, als je dat gaat, dat moet je gewoon tot de jeugdvereniging, hij en zij, als je weet wel, dan moet je opletten wat er allemaal gaat gebeuren. Iets van, dat is een geweldig boek om te lezen. En in die zin moeten we dus inderdaad niet stellen van de Bijbel spreekt nee over seks, maar gewoon een rode kaart geven. Want daar klopt helemaal niks van. En ik zou het vanavond zo willen zeggen, God is de uitvinder van seks. God heeft het gemaakt. Als je kijkt in de scheppingsgeschiedenis, dan zie je dus dat er op een gegeven moment zat, en hij zag dat de mens alleen was, en het was niet goed, het is niet goed dat de mens alleen was. En hij dacht, toen zal ik het maar eens oplossen, op een leuke, creatieve manier. En toen is hij met de ribben gaan spelen. En er is echt iets prachtigs uitgekomen. Adam die werd wakker uit zijn slaap, en hij deed zijn ogen open, en hij zei, wauw. Iets van, God maakt dat, God wil dat, God geeft dat, en God wil dat we ervan genieten. Genieten van seks, dat is nou waar God ook van geniet. En in die zin moeten we dus ophouden met daar zelf geheimzinnig of zo moeilijk over te doen. Daarom zit je dan in die koninklijke postman. Seks is lekker, is goed nieuws, evangelie. Want waarom zou dat niet kunnen? We mogen toch gewoon zeggen, jongen, wist je dat dan niet? Dan zal ik je vertellen wat de Bijbel erover zegt. Seks is mooi, seks is lekker, seks is goed, seks moet je doen, yes! Amen. Wij zitten bij het riem dat nou. Hoe komt het nou dat we dat een soort van raar vinden om dat hardop in de kerk te zetten? Wat is dat nou? En ik heb erover nagedacht. En ik dacht, je ziet dat nu ook al gelijk in het begin, hè, in Genesis. Dat als de duivel nou probeert Gods goede schepping te verzieken, dan pakt hij het aan op de relaties. De duivel verziekt de relatie tussen God en mens, door de mens tot zonde te verleiden. En prompt schaapt die mens dicht, zegt van ook, heb ik allemaal vijgenblaadjes gaan plukken, dat soort dingen meer. Opeens kan het niet meer. Hij zag dat hij naakt was en hij wist niet waar hij heen moest van schaamte. Iets van, op daar gaat het kapot, zie je? En je zou misschien moeten zeggen, het bederf van het beste is... Hallo, jullie moeten wel een beetje meedoen vanavond, hè?
De bederf van het beste is het slechtste. Allemaal. Het bederf van het beste is. Het slechtste. Ik doe dat is toch. Ik baal daarvan. Ik baal ervan dat de duivel het mooiste wat er is beter verlagen dan het smerigste wat er is. En ik baal ervan als ik zie dat dat prachtige liefdespel seks verlaagd wordt tot een 06 nummer dat je kunt draaien. Of tot een rijtje heilige mannetjes ergens op de balletjes. Of tot jongetjes met rode oortjes achter computertjes waar geen filter net op zit. Of tot meisjes die niet goed weten hoe ze webcam moeten bedienen. Ik baal ervan. Want het bederf van het beste is het slechtste. God maakt het mooi en het wordt als het ware door het slijk heen gehaald en denkt als zonde. En dat is het ook. En eerlijk gezegd, ik weet niet hoe dat met jullie is, maar als ik nou iets moois heb, iets kostbaars, dan heb ik gewoon de neiging om daar een soort van zuinig op te zijn. Jij ook? Je bent zuinig op dat wat kostbaar is. En natuurlijk, dat geldt dus ook voor je relaties. Dat geldt voor je lijf. Je wilt er zuinig op zijn. En natuurlijk is het geweldig stoer van die jongen dat hij dat meisje weet te versieren en ermee naar bed weet te nemen en dan weer een streepje op zijn bal kan zetten en op kan scheppen dat hij het met die en met die en met die en met die al gedaan heeft. Maar het is gewoon een jongen met een grote bek, waarschijnlijk heeft hij het nog nooit gedaan. Want hij maakt van het beste het slechtste. Maar als ik het verhaal hoor van een meisje van 13 jaar dat door een stoere vent van 18 versierd en misbruikt is, dan huil ik. Dan denk ik dat leven is verknald. Dat meisje moet tweedehands naar de volgende. Of derdehands, of vierdehands. En de Bijbel is giga voor seks. Maar de Bijbel is ook giga tegen misbruik van seks. Wees zuinig op wat kostbaar is. Wees zuinig op jezelf. Wees zuinig op je relaties. Ik zou het willen geven. Je kunt alleen genieten als je weet dat je heilig bent. Je kunt alleen genieten als je weet dat je veilig bent. Dat gaat zelfs voor bungee jumpen, wist je dat? Ik wil wel weten. Gij zult niet echt prikken. Dat is het gebod waar je vader over zou moeten gaan en
steeds opblijven. Over het huwelijk nadenkt, zou je nou kunnen zeggen, het huwelijk is ook zo'n veilig hekwerk. Binnen het huwelijk, seks is lekker en zo haast zich alles mag. Want iets van speelt met elkaar. Geniet van elkaar. Go. Maar je duikt toch zeker niet met de eerste de beste met bed in. Je wilt elkaar toch wel even eerst leren kennen. In mijn jeugd, de Roaring Sixties zal ik maar zeggen, had je Boudewijn de Grote, die jongen over zijn vriendinnen van één nacht. Daarom nog, dat is een jeugddienst. Maar. En dan weet je, naast, dan wist je niet hoe ze eten. Is dat wat je wilt? Het huwelijk is een soort van verdond. Dan staat het hekwerk van het verbond en van de trouw en dan is het go! En dan mag je genieten. Kijk, in het Oude Testament kun je zeggen, ja, ze kennen dat nog niet, dat briefje van het stadhuis. Dat was daar gewoon nog niet. Moet het dan per se? Dat kan er ook wel zonder. Dat is heel simpel. In het Oude Testament, dat zo dat ze leefden in de tenten, en normale volken. Het huwelijk, dat was dat jij en je bruid, zeker je bruidegom, de tent. Iedereen vierde de feest, jij kon de feest en als je eruit kwam was je getrouwd. De geslachtsdaad is de verbondsluiting. Dan ben je getrouwd. En dat wil dus zeggen dat alles wat je doet na je eerste geslachtsdaad met iemand anders is in feite volgens de Bijbel overspannen. Daar ben je mee bezig. God geeft die prachtige gaaf van het liefdespel niet om van de een naar de ander te vliegen, maar om je te verbinden aan de man, aan de vrouw van je leven. Binnen de veiligheid van het huwelijksverbond. Pleeg geen overspel, wil zeggen, je kunt al voor je eerste keer aan je geliefde geven. Wees zuinig op je maagdelijkheid. En weet. Ik denk dat heel veel van jullie Rex en James wel kennen. Ik heb op de EO Jongerendag meegemaakt. Een paar jaar geleden toen ik er ook mocht spreken. Ze was 17 jaar toen ze begon op te roepen aan haar echtgenoten van wacht met seks tot je getrouwd bent. Dat was dus het puntje waar ik een heleboel vragen bij jullie heb. En zij durfde te zeggen, ware liefde weet wat wachten. Je hoeft niet alles tegelijk. We leven in die snelle tijd van, ik ben het hier en ik ben het nu. Houd toch van je, hè? Vanavond. Ze is nou 26. Ze is nog steeds ongetrouwd. En ze is nog steeds maagd. En ze geeft interviews en ze schrijft erover dat het echt niet altijd makkelijk is. Maar hij zegt, ik citeer haar nu. Ik moet ze aanmoedigen om te wachten met seks tot het verbond gesloten is. Zoals God het heeft bedoeld. Leef een leven zonder spijt. Leef een leven zonder spijt. Oh, en ik heb ze gehad, jongens. Ik heb een paar jaar in de pastorie gezeten en ik heb meegemaakt met mensen die wel spijt hadden. Omdat ze zich veel te makkelijk hadden weggegeven. Je kunt het maar één keer voor de eerste keer. Rebecca zei, ik heb meisjes ontmoet van 15, 16 die zwanger waren. Ik heb mensen ontmoet met herpes, syfilis, die de gevolgen van hun mislukte vorige relaties mee moeten dragen in een nieuwe relatie. Huilend hebben ze me verteld hoezeer ze er spijt van hadden. Hadden we ook maar gewacht. Ik ben 26 jaar gemaakt. Dat kan echt. Einde citaat. Dan weet ik dat hier vanavond een paar mensen zijn. Want die zijn dan ook geen maag meer. Wat is eigenlijk het mannelijke van de maag? Of misschien mensen die zeggen, ja, je hebt makkelijk praten, vader, want ik ben wel getrouwd geweest, maar het is wel stuk gelopen in mijn leven. En ik zit met het pijn en met het verdriet ervan. Want het is niet makkelijk, ook als je verbond staat, het is niet zo dat het opeens allemaal makkelijk wordt. Je moest eens weten, zeggen ze misschien tegen je. Je moest eens weten hoe fysiek je voelde, nadat je niet uit was.
weten hoe eenzaam ik was in mijn huwelijk. Je moest eens weten hoe heerlijk het was toen er eindelijk iemand kwam die me wel begreep en me de liefde gaf die ik zou missen. Zo kan ik nog wel een pasje doorgaan. Relaties kunnen fout gaan. En dat doet pijn, altijd. Maar de vraag is, hoe ga je daar dan mee om? Ga je jezelf verharden, ga je erop losleven? Ik weet nog goed. Het is voor mij alweer een paar weken geleden, jongens. Maar ik had mijn grote liefde. En op een dag kreeg ik een brief van mijn grote liefde. Dat ze het uitmaakte. Mijn wereld stortte in op dat moment. En ik weet dat ik in de 6 maanden daarna, ik geloof dat 10 keer verkering heb gehad. Dus met andere woorden, ik was zo gefrustreerd dat zij het had uitgemaakt dat elke ander in haar plaats moest compenseren, zou je kunnen zeggen. Dan misbruik ik dus andere meisjes om mijn gat te vullen. En dat kan natuurlijk net zo goed andersom. Worden anderen het slachtoffer van jouw pijn? Of durf je met je pijn, met je verdriet, met je teleurstelling naar Jezus toe te gaan? Want, en dat vind ik eigenlijk geweldig, hè? Dat God is de God van de tweede kans. Dat is een belangrijke, jongens. God is de God van de tweede kans. Hij kan je reinigen van je verleden. En hij kan je een nieuwe toekomst geven. Je hoeft niet levenslang met de pijn van vroeger te schouwen. Je mag je lasten, je zonden, je mislukking, je verdriet aan de voeten van het kruis leggen. En je mag een nieuw leven ontvangen, een rein leven ontvangen. Je zou haast kunnen zeggen dat daar waar wij ons bekeren van een losbandig, te makkelijk seksueel leven. En zeggen, Heer, en nou wil ik het op uw manier gaan doen. En dat is afgelopen met het gevlinder. Ik wil het echt op uw manier gaan doen. Dat er vergeving is. En dat er, je zou haast zeggen, een soort van nieuwe maagdelijkheid ontstaat. Dat je een nieuw begin mag maken met God. En dan denk ik maar even aan de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4. Zoek het maar eens op als je dat verhaal niet kent. Johannes 4, dan heb je een vrouw die heeft 4 mannen gehad. De man die ze nu heeft, is het niet. Dus iets van, ze heeft 5 mannen gehad en de man die het nu is het niet. Dus ze heeft er 6 gehad en dan komt Jezus. Jezus de 7e, de volheid. Die zegt er aan en dan bekeert ze zich. En dan komt er een hele stap tot geloof door haar getuigenis. Jezus maakt dat. Er zitten er ook nogal wat, dat waren dus al die kaarten bij die stelling over seks voor het huwelijk. Een man loopt toch niet zo moeilijk te doen. Ik doe gewoon, ik doe onze hele wereld veranderen en jij loopt nog daar in de 60e jaar. Nou, dat was de tijd van de seksuele revolutie, dus dat telt niet. Maar iets van, jij loopt nog te praten alsof het nog steeds niet mag. Kom nou toch. Als je echt van elkaar houdt, kan je toch gewoon met elkaar verder, kan je toch gewoon bed in. Kan je ook gewoon gaan samenwonen, dat is niet zo moeilijk. Samenwonen. Je houdt van elkaar, je gaat toch samenwonen? Why not? Ik doe, het is een app van verdediger. 1 kamer nog maar te betalen. En de samenleving heeft het toch helemaal geaccepteerd. Dat doe je nou toch moeilijk over, man? Ik sprak samenwonen om te kijken hoe het gaat. Dat is verstandig. Eerst beter even uitproberen voordat je merkt dat het toch niet niks wordt. Ben je getrouwd, merk je dat er niet gaat. Kom, ga je beter eerst even een poosje samenwonen. Zullen we dat afspreken? Dus dan is het met proefprijzen. Ja? Je komt op proef. Dan moet je wel je best doen voor me hoor. Ja? Dus dan wordt het een soort van proeftijd. Wat krijg je dan misdadigers ook? Ja? Proeftijd. En het gekke is dat er nog nooit iemand in mijn pastorie is gekomen die zei van, zou je ons God zegen willen geven, want we willen gaan samenwonen. Nee, die gaan gewoon eerst samenwonen, dan gaat niemand over, papa en mama die horen dat toch achteraf soms. En dan ga je samenwonen, dan heb je je proeftijd, en als die ander geslaagd is, dan kom je bij de dominee en zeg je, dominee, we willen gaan trouwen. Hè? Dat kan dan maar 6 maanden zijn, of een jaar zijn, met een dikke buik, zonder een dikke buik, net hoe je het hebben wilt. Nou moet je zeker van God hebben. Dus je had je over je proeftijd zeker niet nodig dan. Hoe werkt dat bij jou?
Wie is God voor jou? Wat is de plaats van God in jouw relaties? Hoe zit dat nou precies? En weet je, het hele verhaal is pure fake, echte, volmaakte onzin. Want er is onderzoek op gedaan. In Zweden heb je uitgebreid onderzocht van wat zijn nou de standhouden. En daar is statistisch bewezen dat mensen die een proeftijd hebben gehad, die eerst hebben samenhuwelijk, vaker scheiden dan mensen het niet gedaan hebben. Dus als je de kans op het beste, ga samenwonen. Dat wordt niet populair, dat wordt nooit meer gevraagd. Een drievoudig snoer
wordt niet spoedig verbroken. Dus dat wil zeggen, je hebt man, je hebt vrouw, maar er is nog een derde partner. En de enige driehoeksverhouding die wel mag, dat is de verhouding als God er ook in komt. Als je die trouwbelofte sluit voor de aangezicht van God, zegt hij dat met ons leven. En wilt u met hun mee gaan doen? Want we kunnen het alleen niet af. We hebben u nodig. God wil betrokken zijn in jouw relatie. En lieve mensen, er zit hek. Wat God neerzet om je te beschermen. Niet om je te beperken. Niet om je te. Het is niet om het moeilijk te maken. Niet om. Waar komt mijn bedoel vandaan? Een drievoudige snoer. Thank you.
En dat u mensen zitten die dat aan elkaar wil. Vader, dank u wel. Dat u ons laat spelen met elkaar. En dank u wel, Heer, dat u daar weer en hier is een boodschap die misschien wel door de duivel zelf behoorlijk verbasterd is in onze samenleving, in onze cultuur. Hier, wat is het afschuwelijk als we zien hoe de duivel gewoon het mooiste dat er is tot het slechtste. Dat ze hun lichaam aanbieden aan kerels die daar misbruik van maken. En vanavond wil ik u bidden, Heer, voor al die meisjes, vrouwen die misbruiken en die daar de pijn van dragen. Nog steeds vies voelen door wat er gebeurd is. Heer, we moeten gewoon maar zeggen wat er gaat worden met uw kostbare vragen. En vergeef ons, Heer. Vergeef ons ook bij zelf misschien. Er zijn nog veel meer dingen waar je voor kunt bidden. Er is meer zonder seks met hen leven. Vader, dank u wel voor alle zegen die u geeft. Dingen aan. Misschien is het fijn te doen. Thank you.